is eigenlijk een vrij rechte single. Met niet heel veel curve erin. Maar wel een klein beetje elastiek aan de buitenkant. Dat maakt hem dus vrij vlak en plat aan de onderkant. Wel weer natuurlijk de geleiderlusjes met de roestvrijstalen gespen. Ik noem hem de Relvas, omdat hij oorspronkelijk bij het Relvas-zadel is gemaakt. En daar heel goed beviel voor ook de barokke paarden. Maar uiteraard is dit voor heel veel andere paarden ook geschikt. En het is ook weer een kwestie van proberen waar het paard goed op reageert. Maar in ieder geval, de elastiek zit aan de buitenkant, niet in de binnenkant. En het is een vrij recht model. Ook weer verkrijgbaar in zwart en in bruin.